Het woord is aan de heer Van Aas. Dank u wel, voorzitter. Zojuist heeft de gemeenteraad met gesloten deuren beraadslaagd over een aanbeveling in het kader van uw hernoemingsprocedure. En er is een besluit genomen. Met veel plezier kan ik u mededelen dat de raad zojuist heeft besloten om in te stemmen met de positieve aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om u voor 6 jaar te herbenoemen als burgemeester van Leiden. In de verwachting dat de minister deze aanbeveling zal overnemen, wil ik u hiermee, met het applaus dat zojuist heeft geklonken, namens de raad van harte feliciteren en uw bos bloemen aanbieden. Dank u wel. Wanneer iemand mij nu even het woord geeft. Hartelijk dank. Meneer Van Haagster. Meneer Van Haagster, aan de leden van de raad, over aanwezigen. Dit is natuurlijk een heel mooi moment voor mij, want ik wilde dit graag, en het is ook heel fijn als de raad dat ook goed heeft gevonden. Dat maakt mij natuurlijk extra gelukkig en ik zal u ook beloven de komende jaren al mijn kracht aan deze stad te wijden die ik daaraan zou kunnen geven. Dat doe ik ook heel erg graag. En die mooie bosbloemen, die doen het ook heel goed bij Duitsland, daar ben ik heilig van overtuigd. En na vandaag kan het leven niet meer stuk. Er zijn zoveel mooie dingen om nog met elkaar te vieren. En daar zullen wij u ook goed van doen van alle mooie momenten die we daarbij hebben. Dank voor het vertrouwen en u kunt op mij rekenen.